Hi iedereen, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Yoga at Home with Yogini Su. Ik ben Natasha, a.k.a. Yogini Su. Bubbles, die is ergens, die doet met jullie mee. En we gaan vandaag weer verder met aflevering 5. Dus kom lekker zitten, pak je mat en dan gaan we van start. Goed, we beginnen met de ademhalingsoefeningen. Je kent hem wel. Je plaatst één hand op je onderbuik, de andere hand op je borst. En we gaan de buik met lucht vullen wanneer we inademen, een bieberen. En we gaan hem naar binnen duwen op een uitademing. En al je buikspieren die voel je. Yes, adem in. En met elke uitademing laat je iets los. Iets van de dag. Iets waar je mee zit. Adem in. En uit. Laatste keer. In. En uit. We gaan voor een kleine warming-up en meteen herhalen wat we de vorige week hebben gedaan, namelijk de tabletops. We beginnen vandaag met de schouders. De schouders die rollen wij naar voren, naar je oren en naar achteren. Nog een keertje, deze keer aan één stuk door. Naar voren, naar je oren en naar achteren. Laatste keer. Naar voren, naar je oren en naar achteren. Gaan we van achter naar voren. Van achter naar je oren en naar voren. Heel goed. Achter, voren. En naar je oren, laatste keer, naar achter, naar voren, naar je oren toe. Heel goed. We gaan het hoofd neerschudden. Kijk naar één kant, zo ver naar achter als je kan. Andere kant. En terug. En nog een keertje, heel goed. Kom terug, gaan we ja schudden. Kijk omhoog. En omlaag. Omhoog. En omlaag. Laatste keer. Omhoog. En omlaag. Heel goed. We hadden in de tabletop hebben we de catcalls gedaan. Vandaag gaan we ook de seated catcalls doen. De zittende catcalls. Hoe gaan die? Ik ga draaien. Om het beter te laten zien. Let wel. Hetzelfde idee als wanneer we in de tabletop zijn. Alleen zitten we. Zitbordjes goed in de mat. Schouders naar achteren. Here we go. Wanneer je inademt. Kant tot je bekken naar achteren. Je borst komt naar voren. Kijk omhoog. Je mag ook je handen op je knieën plaatsen. En extra druk en kracht uitoefenen op je knieën. Zodat je nog iets verder kan komen. En adem uit en je maakt je helemaal hol. Navel naar binnen. Kin op je borst. Adem in. En adem uit. Heel goed. En kom terug. We gaan de benen strekken. De hamstring stretch, die doen wij. Duw eerst de benen één voor één in de mat. Let wel, wanneer je de benen strekt, hang niet naar achteren. Ik zeg altijd tegen de studenten die komen op les bij Yogini Su, we zitten niet op de beach. Dus goed actief zitten. Zitbordjes in de mat. Geen ronding. Als je merkt dat je een ronding hebt, je knieën wat gebogen. Gaan we vanuit deze houding of vanuit gestrekte benen, gaan wij voor een forward fold. Yes? Doe me eerst met gebogen benen. Let wel, je billen naar achteren vanuit je diagonaal. Breng je buik richting je dijen en je borst richting je knieën. Het hoofd is het minst belangrijk. Dus let wel dat we niet dit gaan doen. Here we go. Schouders naar voren, naar je oren en naar achteren. En op de diagonaal. Soms moet je even je billen omhoog tillen.
om de juiste positionering te vinden van de heupen, schouders naar achteren. Kom naar voren. Heel goed. Je buik richting je dijen en je borst richting je knieën. Kom weer omhoog. Dit kan je ook met gestrekte benen doen. Adem in. En met een uitademing kom je steeds meer naar voren, naar voren, naar voren. En nogmaals, je buik, je probeert je op de dijen te krijgen. Je borst richting je knieën. Heel goed, blijf naar voren kijken en kom terug. Als het goed is, heb je hem gevoeld aan de achterkant van je knieën. Goed, dan komen wij vandaag meteen in de tabletop. De benen vouwen naar binnen. Je rolt over je knieën heen en je vouwt ze weer uit. Let op die heupen en die knieën. Die zijn namelijk recht boven elkaar. Let op die gespreide vingers. Yes, een stevige tabletop. We hangen niet in de schouders. Buikspieren zijn aangespannen. Druk goed weg van de mat. En we gaan nu voor de normale catcalls. We hebben net de seated catcalls gedaan en we gaan voor de normale catcalls. Adem in, je bekken, je borst en je hoofd, focus je op en je ademt uit en je kantelt weer je bekken, je borst gaat naar binnen en je hoofd gaat ook naar binnen. Je kin is op je borst en je kijkt richting je navel. Adem in. Heel goed, dit is de kuil. Adem uit. Nog een keertje in. En de laatste keer uit. Kom hier neutraal. En weet je nog, we gaan van de cat naar de cow, naar de tiger. Heel goed. Voor de tiger tillen wij een rechterbeen omhoog. Been blijft gebogen. We hangen niet naar links, we hangen niet naar rechts. We blijven stevig. Ellebogen zijn gestrekt. En kom omhoog. En dezelfde beweging als je kaal. Knie zo hoog mogelijk. En adem uit. Knie richting je voorhoofd. Maak je klein. En dit is net als je cat. Gewoon nog een keer. Inademen. Omhoog. Uitademen. Goed zo. En in. Laatste keer uit. Zet hem neer. Kom even op je billen zitten. Handen in elkaar. Even die polsen losgooien. En dan gaan we voor de andere kant. Yes. Heel goed. Je andere knie komt omhoog. Naar achteren. Bekken, borst, hoofd. Adem uit. Knie richting je voorhoofd. Maak je klein. Adem in. Controle. En rust. Adem uit. Als je begint te zweten, doe je hem goed. Adem in. En laatste keer. Adem uit. Zet hem neer. Heel goed. Vorige week hebben we ook extra aan kracht gewerkt. En we hebben ook een beetje met de knieën van de mat een buikspieroefening gedaan. Waarbij we, zoals ongeveer zo, ik noem hem de hover. Hij heet officieel niet zo. Maar die doen we door de tenen op de mat te plaatsen. Een goede tabletop pose. Je duwt weg van de mat. Strek die armen. Al je gewicht is verdeeld over je handpalmen en je vijf vingers. De ballen van je voeten. Je spant je buikspieren. Je bent niet te hoog. En je hangt niet in je rug. Ongeveer 10 centimeter van de mat. Heel goed. En met liefde knieën terug. Als het kan, blijf hier. Zo creëren we ook met meer kracht iedere keer in de polsen. Hou nog een keer. Duw weg. Hou hem vast. Span die buikspieren. Je voelt hem ook in je bovenbenen. En zet hem neer.
gaan we nog een laatste keer voor de hover. Are we ready? Let's go. You're doing great. Omhoog. Heel goed. Duw weg, duw weg. Kan je hem nog net even wat langer volhouden. En zakken. Dan gaan we naar het volgende gedeelte. Namelijk, we gaan vandaag lekker staan en balanceren. Goed, vandaag gaan we staan. En je weet, we gaan niet zomaar staan. We gaan staan en balanceren. En we gaan ook nog op een mooie manier tot stand komen. Dan kom je tabletop. Je tenen komen op de mat. Kom omhoog, net als bij je hover. En loop richting je handen. Hou je ellebogen vast. Kleine stretch links naar rechts. En werveltje voor werveltje. En rol je omhoog. Heel goed. Komen we in het midden van de mat staan. En let wel, als je merkt dat je moeite krijgt met balanceren. Ga tegen de muur staan of langs een muur aan. En hou de muur vast, zodat je jezelf in balans kan houden. Yes? Als je geen muur hebt, maar je hebt een huisgenootje. Vraag die om even bij je te staan en dan kan je ook even aan de schouder steunen. Goed. We staan. En we gaan op één been beginnen. Handen in je zij. Let op dat je ook hier je gewicht goed verdeelt over je gehele voetzool. Niet te veel naar voren, te veel naar achteren. Yes, handen in je zij. Bekken kantelt. Billen zijn aangespannen, schouders naar achteren. Til je rechterknie omhoog. Point your toes. Heel erg goed. Kijk als je kan balanceren. Soms ga je een beetje wiebelen, wiebelen. Wat helpt? Buikspieren aanspannen. Heel goed. Een diepe buikademhaling. Adem uit. Als het kan. Pak je knie vast, je begeleidt hem naar de zij. Dit is het eerste niveau. Je plaatst je voeten tegen je scheenbeen aan. En je handen, die mag je tegen elkaar voor de borst plaatsen. En dan heb je een mooie tree pose. Als je merkt dat dit heel makkelijk gaat, mag je je been ook wat hoger plaatsen. Bijvoorbeeld tegen je kuit aan. Als dat ook makkelijk gaat, mag je nog hoger, niet tegen je knie aan, dat willen we niet. Dat is blessuregevoelig, maar je mag hem ook pakken aan je enkel en zo hoog mogelijk plaatsen. En je drukt je voetzool tegen je dij en je dij tegen je voetzool. Daarmee creëer je een evenredige druk. Je buikspieren zijn aangespannen en je billen zijn aangespannen. Nogmaals, als je wiebelt, pak een muur vast of pak iemand vast, zodat je kan blijven balanceren. De handpalmen die plaats je tegen elkaar. Schouders naar achteren. Blijf ademen. Je gaat hem voelen in het been waar je nu je gewicht op hebt. En dat is ook de bedoeling. Als het kan, adem in. Strek je armen boven je hoofd. Schouders laag. Als het goed is, voel je hem nu branden aan je bilspier. Vooral van het standbeen, dan doe je hem goed. Ik voel het in ieder geval wel. Aan, adem uit, kom weer terug. Handen in je zij. Je been. Je voet die haal je los. Trekwerk je los van de andere. En waar je ook was, als je hier was, hier was of hier was. En plaats hem weer met liefde neer. Schud je benen los. Goed gedaan. We gaan voor de andere kant. Handen in je zij. Goed. Onthoud de drie niveaus. Dus de benen zijn losgeschud. Kom in het midden van je mat staan. Handen in je zij. Bekken kan nog naar binnen. Buikspieren spannen aan. En je gaat nu van been wisselen. Til je knie op. En balanceer. Heel goed. Als je merkt dat je wiebelt. Buikspieren aanspannen. Standbeen aanspannen. Schouders naar achteren. En je gewicht evenredig over je voetzolen verdelen. Je voetzool die mag je plaatsen aan het begin
van je been. Je mag een beetje tegen je kuitspier aan, niet tegen je knie. En als je het kan, dan plaats je hem hoog tegen je dij aan. De druk die is evenredig, dus je voedsel en je dij niet hangen aan één kant of de andere kant. Schouders naar achteren en je handpalmen tegen elkaar voor de borst. Smile op je gezicht en als het even kan, komen ook nog de armen omhoog. Probeer te balanceren en als het niet lukt, hou je goed vast. Adem uit, kom terug. Handen in je zij en zak het been. Schud hem los. We gaan nog één balansoefening doen. Hij is een voorbereiding op de Eagle Pose. Die gaan wij volgende week afmaken. Deze week gaan we alvast oefenen. Yes? We gaan weer het been optillen. Heel goed. Balanceren. Denk aan de cues. En nu ga je door je standbeen zakken. En je kruist het alsof je netjes gaat zitten. Je weet, is een andere zit mooi. We hebben een aantal. En kruis je been over elkaar. Like this. Probeer niet te veel te hangen naar één kant. Kijk, mijn heup kwam naar buiten. Corrigeer hem naar binnen toe. Als het lukt, mag je je teen een klein beetje op de mat. Niet je gewicht ter vele plaatsen, maar meer dat je niet omvalt. Of je mag hem hier houden. Als het lukt, om helemaal rondom te wrappen en weer terug te komen. Als je hem helemaal om jezelf heen gewikkeld, dan doe je die. Heel goed, gooi hem los. En terug, andere kant. Spannen. Omhoog. Zak door je standbeen. Kruis hem. Zit mooi. Je blijft hier. Je kan hem zo plaatsen. Of je wikkelt hem overheen. Corrigeer. Je heupen, die kijken naar voren. En je billen, die komen op de diagonaal naar achteren. En hou hem vast. Heel goed. Wikkel hem los. Die mag je van de week blijven oefenen. Want volgende week dan maken we hem helemaal af. We hebben geoefend met balanceren. Het zijn weer nieuwe uitdagingen voor het lichaam. Maar we gaan ook terug naar de kern. De sun salutations. Die gaan wij weer herhalen. En die blijven we ook herhalen. Omdat die ervoor zorgen dat ons hartslag omhoog komt. Het zorgt ervoor dat we een dynamische stretch krijgen. Het zorgt ervoor dat we kracht oefenen. En het zorgt ook ervoor dat we hem gaan onthouden. Want die willen we namelijk wel uit het hoofd kennen. We gaan ervoor in het volgende gedeelte. Zo, we gaan voor de sun salutations. We doen de A en de B. We doen 2 om 2. En ik doe een gemodificeerde en een ongemodificeerde. En jij doet de versie of de combinatie die bij jou past. We gaan ervoor. Sta aan het begin van je mat. Bekken kantel je naar voren toe. Binnen span je aan, schouders naar achteren. En we gaan van start. Adem in. Schouders laag. Adem uit, billen naar achteren. Kijk tussen je benen. Forward fold. Adem in, flat back. Adem uit, stap naar achteren. Knie, borst, kin. Adem in, baby cobra. Adem uit. Billen naar achteren, downward facing dog. Let op dat je je bekken goed naar achteren kantelt. Je voeten, voetzolen goed plant in de mat. Handpalmen goed plant in de mat. Oksels draaien dicht, maak je lang, 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 lang. Goed zo. Diepe buik, ademhaling in. Kijk naar voren toe, adem uit. Stap. Adem in. Flat back. Adem uit. Forward fold. Adem in. Kom omhoog. Ga meteen door. Adem uit. Forward fold. Adem in.
flat back. Adem uit. Stap op, spring. Chaturanga Dandasana. Upward facing dog. Niet hangen in je rug. Buikspieren spannen aan. Schouders naar achteren. Adem uit. Downward facing dog. Zorg ervoor dat je een rechte lijn van je kruin van je hoofd naar je staartbeen trekt. Oksels draaien dicht. Heel goed. Diepe inademing, buikademhaling. Adem uit. Adem in, kijk naar voren. Adem uit. Stap, stap of spring. Kijk naar voren. Adem uit. Forward fold. En adem in. Kom omhoog. Adem uit. Het waren twee. Sun salutation A. We gaan nu voor de B. Wanneer je inademt, doe je nog niets. Wanneer je uitademt, gaan we voor de chair pose. Zak naar beneden, billen naar achteren, borst hoog. En kijk omhoog. Adem uit, forward fold. Adem in, flat back. Adem uit, stap of spring. Knie, borst, kin. Adem in, baby cobra. Adem uit. Downward facing dog. Dit is de eerste. We hebben er drie. Kijk tussen je handen. Adem in. Stap naar voren. Heel op de mat en omhoog. Zorg voor een mooie 90 graden hoek. En je heupen die wijzen naar voren toe. Schouders laag. Adem in. Sluit aan. Knie. Borst. Kin. En baby cobra. Adem uit. Downward facing dog. Tweede. We gaan voor links. Adem in. Stap. Je heel. En omhoog. Schouders laag. En adem uit. Knie. Borst. Kin. Baby cobra. Adem uit. Downward facing dog. Dit is je derde. We gaan ademhalen. Buikademhaling. Maak je lang. Oksels draaien dicht. Billen goed in de lucht. Adem uit. Kijk naar voren. Adem in. Stap, stap. Flat back. Adem uit, forward fold. Adem in, chair pose. Adem uit. En kom weer staan. Heel goed. Gaan we voor de laatste. Last one meeting count. Als het goed is, zijn we behoorlijk aan het zweten. Want we doen goed ons best. Here we go. Adem in. Adem uit. Zak door je knieën. Chair pose. Adem uit. Forward fold. Adem in. Flat back. Adem uit. Stap of spring. Chaturanga Dandasana. Upward facing dog. Open your heart. En downward facing dog. Billen goed naar achteren. Rechterbeen, kom naar voren. Stap. Heel. En omhoog. Goed zo. Kom weer naar beneden. Sluit hem aan. Upward facing dog. Downward facing dog. Adem uit. Linkerbeen. En naar voren. Stap. Heel. En omhoog. Let op die heupen. Adem uit. Sluit hem aan. Upward facing. Adem uit. Downward facing.
Heel goed. Een goede stretch. Voel je hamstrings. Lengte in de rug. Kijk richting je navel. Kijk tussen je benen. Adem in. Adem uit. Kijk tussen je handen. En spring naar voren. Direct een flat back. Adem in. Adem uit. Forward fold. Adem in. Chair pose. Adem uit. En sluit weer aan. Heel goed gedaan. Nou, ik ben in ieder geval goed aan het zweten. Jullie hebben ook goed je best gedaan. We gaan afsluiten. We gaan richting de mat. We doen dat natuurlijk ook mooi. Let wel. Adem in. Adem uit. Een soort halve A gaan we doen. Adem in. Stap naar achteren. Knie op de mat. Je voelt je onderbenen. En je komt zitten. Jullie kennen het inmiddels. Ik ga groeten. Daarna gaan we in de Shavasana. In de corpse pose tot rust komen. Bubbles, die groet jullie ook. Daar is hij. Ik ben Natasha, a.k.a. Yogini Su. Zorg ervoor dat je deze week flink oefent. Je kunt de afleveringen terugkijken op het YouTube-kanaal van Supreme Suriname. Je kunt ook op de Facebook-page van Yogini Su checken. En we blijven aan de slag, zodat we yoga echt at home doen. Ook zonder de tv. Yes, we gaan lekker liggen in Shavasana om af te sluiten. Benen wijd. Een welverdiende rust. Kom liggen. Handpalmen, die wijzen omhoog. Ogen maak je dicht. En zorg ervoor dat je 5 tot 10 minuten lekker tot rust komt met de ogen gesloten. Tot ziens. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.